We hebben echt een goed verdrag in Kopenhagen nodig, waar afgesproken wordt dat we CO2 heel snel terug gaan dringen. Twee, we hebben een overheid nodig, politieke partijen nodig die bereid zijn om nu een versnelling te maken. Die zien dat je een economische crisis ook kan gebruiken voor milieu-innovatie, omdat daar werk en geld in zit. Dat hebben we nu ook nodig. Drie, we hebben actieve burgers nodig die bereid zijn om zelf over hun levensstijl na te denken. En die zich realiseren dat als we met veel duurzaam gaan leven, dat het ook goedkoper wordt, dat het rendabel wordt en dat we dan met z'n allen de klimaatverandering kunnen tegengaan. Als we nu investeren, als we nu zorgen dat er echt milieu-innovatie plaatsvindt, dat we echt de klimaatverandering te lijf gaan, dan kunnen we ervoor zorgen dat de armoede in de derde wereld afneemt en niet toeneemt. Dat ontwikkelingslanden een eerlijke kans hebben. Dat is het allerbelangrijkste.